Skoda Enyaq Coupé Ivy RS. Ja, ik weet niet wie ze bij Skoda hebben aangenomen voor het verzinnen van al die namen, want dit is nogal een lastige naam natuurlijk. Leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe video van Autoblog. Mijn naam is Bart en vandaag rijden we in de eerste volledig elektrische RS-versie van Skoda. Gebaseerd op de nieuwe Enyaq Coupé dus, de Enyaq IV Coupé. Want IV is het label binnen Skoda voor geëlektrificeerde modellen, zij dat plug-in hybride of volledig elektrisch. En RS, Skoda is natuurlijk niet het enige merk dat het RS-label voert. Denk even aan Porsche, denk aan Ford, denk aan Audi. Alleen ja, bij Ford, Audi en Porsche heeft dat RS-label toch wel een heel andere lading. Dat staat echt voor top performance, voor topprestaties, voor een supersportieve auto. En het RS van Skoda, ja, dat is toch wel op een andere manier sportiviteit. Meer sportiviteit voor de normale man, voor de normale burger. Want Skoda is meer een burgermerk, hè? Meer een burgerlijk merk. Overigens een hartstikke leuke auto, hoor. Deze auto vormt echt geen uitzondering. Maar waar RS bijvoorbeeld bij Porsche staat voor Usain Bolt, daar staat RS bij Skoda een beetje voor die, ja, die te dikke meneer uit Hangover in een trainingspak. Hè? Hij kan best wel sportief doen, maar heel spannend wordt het allemaal niet. Dus verwacht niet echt topprestaties bij deze RS-versie van de Enyaq IV Coupé. Maar om in te rijden is deze auto toch wel heel erg plezierig. En die aandrijflijn van deze RS-versie van Skoda, die komt heel erg bekend voor. Want je kunt hem ook vinden in de Volkswagen ID.5 GTX. Maar ook in de, over moeilijke namen gesproken, ik hoop dat ik hem één keer goed uitspreek, de Audi Q4 Sportback e-tron 50 Quattro. Ja, die variant. Die heeft namelijk ook 299 pk en ook eigenlijk gewoon dezelfde technologie als deze Skoda Enyaq IV Coupé RS, of hoe je het moet uitnoemen. In ieder geval de RS-versie van de Enyaq Coupé. Dus ook deze variant heeft twee elektromotoren. Één op de vooras en één op de achteras. Dat maakt samen natuurlijk vierwielaandrijving. Systeemvermogen van die twee elektromotoren 299 pk. Lekker drempelige wegen hier. We zijn overigens in Italië. Altijd wel leuk om te zijn natuurlijk. Alleen de wegen, die zijn niet kwalitatief heel erg hoogwaardig. Koppel is wel indrukwekkend op deze bergwegen, want 460 Newtonmeter, dat is toch nog genoeg om deze bijna 2300 kilogram zware Skoda up tempo te krijgen. Van 0 naar 100, 6,5 seconden en een begrensde topsnelheid van 180 km per uur. En andere Enyaq IV Coupé versies die halen maximaal 160 km per uur. Dus de RS variant is de enige die 180 km per uur mag rijden van Skoda. En dat ook nog in combinatie met 1200 kilogram geremd trekvermogen. Helemaal niet zo slecht natuurlijk. Even gas erop. Ja, dat is natuurlijk wel fijn aan een elektrische auto. Dat instant trekvermogen, instant trekkracht. 460 Newtonmeter, zoals ik al zei. Ja, en die aandrijflijn die is volgens Skoda goed. WLTP actieradius voor ongeveer 505 km. Nou, in de praktijk moet je echt min 40% eraf halen. Reken ongeveer op 350, 370 km. Toen wij deze auto ophalen, stond er ongeveer 340 km op de klok. Batterij net niet volledig opgeladen. Dus 350 km is gewoon een realistische actieradius voor deze auto. Met dus een 82 kWh batterijpakket. Want daar is deze auto mee uitgerust. Die ligt zoals bij elke elektrische auto heel erg laag in de bodem. Voor natuurlijk een zo laag mogelijk zwaartepunt en voor een zo goed mogelijke wegligging. Alleen één ding kan deze Skoda RS niet, en dat kunnen overigens ook die Volkswagen niet en die Audi niet, en dat is het hoge gewicht verbloemen. Want man, dit voelt echt heel erg zwaar aan, ook in bochten, het stuurgevoel. Je merkt gewoon dat je met bijna dik 2300 kilogram onderweg bent. Dit is een van de zwaardere elektrische auto's op de Nederlandse markt. Wat dat betreft is het maar goed dat die elektrische auto's tot en met 2025 nog zijn vrijgesteld van wegenbelasting, want anders ben je denk ik wel aan de beurt met deze Skoda. Maar goed, hoe die constructie eruit gaat zien, dat weten we nog niet. Waarschijnlijk gaat er iets met een kortingtarief gelden, maar dat is een hele andere discussie. Wat rijden betreft is deze Skoda heel erg plezierig, maar zoals ik al zei, niet super sportief. Wel is hij lekker vlot, maar ook weer niet super snel. Daar is hij gewoon te zwaar voor en daar heeft hij gewoon, ik denk ik, 100 pk te weinig voor. Maar ja, en dan concurrenten. Ik noemde net al eventjes die Audi Q4 e-tron, die 50 Quattro dan, hè. En dan de Sportback, die is ongeveer 65.000 euro, een van de duurdere. Heb je ook nog die Volkswagen ID.5 GTX, die heb je ongeveer voor 55.000 euro. En deze Skoda Enyaq
Coupé IV RS, die is er vanaf €58.990. Flink aan de prijs. Andere concurrenten zijn bijvoorbeeld een Tesla Model Y. En dan de normale variant is de Long Range. Die begint bij ongeveer 60 mil. En wat te denken van een Kia EV6 of een Volvo C40 Recharge. Een volledig elektrische C40 bijvoorbeeld. Die heeft dan wel 408 pk, maar wel een aanzienlijk lagere actieradius van ongeveer 430 km. Ja, eigenlijk is die Kia EV6 in mijn optiek de meest serieuze concurrent voor deze Skoda. Want die Kia EV6, en dat met name de AWD-versie, die schopte tot 325 pk. Dus iets meer vermogen ten opzichte van deze Skoda. En ook de actieradius is iets hoger, iets van 510 km WLTP. Maar de boodschap is dus duidelijk, er zijn echt diverse concurrenten te verzinnen voor deze RS-versie van deze Skoda. En is deze RS-versie nu iets te duur voor je? Dan heb ik goed nieuws voor je, want in totaal komen er 4 varianten van deze nieuwe Enyaq iV Coupé op de markt. De eerste heeft een 62 kWh batterij. En daarboven komt Kia dan met een Enyaq iV Coupé 80, de 80X. Die heeft ook vierwielaandrijving en dan deze RS. Dus eigenlijk is er maar 1 versie met een kleinere batterij. Dan is er ook nog een 80 met alleen achterwielaandrijving en 2 80 versies. Dus die 80X en de RS met in totaal 4-wielaandrijving. Opladen, daar is wel een verschil in. Want kies je bijvoorbeeld de kleinste batterij, dan kun je die batterij opladen. Snel laden met maximaal 120 kW laadkracht. En kies je dan de wat grotere batterij, dus de 82 kWh batterij, die Skoda dus merkwaardig genoeg 80 noemt. Afijn, die kun je snel laden met 135 kW. Dat is even een lekker bochtje hoor, want dit zijn toch wel echt weer de wegen die Skoda heeft uitgezocht. Kun je deze zware RS toch wel een beetje tot op de limiet rijden. Maar het blijft allemaal wel mild. Het blijft mild sportief. En dat merk je ook wel gewoon als je met deze auto rijdt. En hoe deze, ja, het concept achter deze auto. Maar Skoda heeft er wel echt een heel erg leuk RS-sausje overheen gegoten. En niet alleen in het interieur waar we nu zitten. Maar ook aan de buitenkant van de auto. En dat wil ik je eigenlijk heel erg graag laten zien. Dus, ja, moet je even kijken. Knalt echt van je scherm, hè. Mamba Green noemt Skoda dit. Nou, ik weet niet wat jullie vinden. Maar ik vind het geen groen. Ik vind het eerder geel. Laat even in de reacties weten of je dit nou groen of geel vindt. Skoda noemt het in ieder geval Mamba Green. Ja, en het knalt echt van je scherm, helemaal op deze prachtige achtergrond, idyllische Italiaanse achtergrond. De RS-versie dus, heel makkelijk te herkennen. Bijvoorbeeld aan de sportievere bumpers hier aan de voorkant, hè, van die zwarte sportievere inzetdelen. Crystal Face, een verlichte grill, kun je krijgen op deze auto. Heeft hij overigens standaard wielen dan. 20 of 21 inch. 21 inch optioneel. Ja, en verder heeft hij echt diverse highlights. Hier bijvoorbeeld VRS logo. Om aan te geven dat je absoluut met een topmodel te maken hebt. Zwarte kunststofkappen voor de zijspiegels. Hij heeft altijd een panoramadak. En ook de zijkant is helemaal volledig in kleur gespoten. En dan natuurlijk waar het allemaal om draait bij deze auto. Het coupé dak, hè. De RS kun je alleen maar krijgen als Enyaq iV Coupé. Ja, en zoals je ziet, Skoda staat vol uitgeschreven. En ook de bumper die is wat sportiever aangezet. En coupé dak, dan lever je wel iets in aan bagageruimte. Achterklep die opent elektrisch, zoals je ziet. En Skoda verzint natuurlijk altijd diverse handigheidjes. Simply clever noemen ze dat bij Skoda. Nou, deze Enyaq iV Coupé heeft er ook diverse. Bijvoorbeeld heel erg veel netten. Kun je ook niet achter het net vissen. Grapje. Hier heb je ook nog wat netten. En hier heb je een handige tas voor het opbergen bijvoorbeeld van je laadkabels. En dan is er nog één dingetje wat ik persoonlijk wel grappig vind aan deze RS. Want volgens mij is dit het enige RS-model met een paraplu. Ja, en dan het interieur van deze RS-versie van deze Enyaq iV Coupé. En het interieur wordt goed uitgelicht, mede door een mega panoramadak waarover deze RS-versie beschikt. En sowieso de RS uitmonstering is lekker RS aangekleed. Onder meer met deze mooie stoelen. Hier heb je ook van die RS-logootjes zoals je ziet. Ook aan deze kant. En Skoda past hele fraaie, ja, gele stikseltjes toe. Maar ja, Skoda zal het wel weer Mamba Green stiksels noemen. Ik vind het gewoon geel. Hier op de armsteun heb je ook nog een mooi geel stikseltje. En dan het dashboard. Dat is mooi afgewerkt met Alcantara. Stoelen hebben overigens ook Alcantara afwerking. Ook weer een geel stikseltje. En een carbon inleg. Dat is dan ook weer heel erg bijzonder. En dan het stuurtje. Ligt lekker in de hand. Ook met RS logo zoals je ziet. En ja, een soort van geperforeerd leer met weer gele stikseltjes. En dan even plaatsnemen. Even de auto starten. Startknop zit hier overigens aan de rechterkant, hè, bij de stuurkolom. Want deze auto beschikt ook over diverse rijmodi. Hier heb je verschillende knopjes. Onder meer mode kun je opdrukken. En dan kun je switchen tussen verschillende rijmodi. Bijvoorbeeld eco, comfort, normaal of sport. En in standje sport, dan staat eigenlijk alles op de meest
agressieve stand. Je kunt ook nog een individuele stand kiezen en dan kun je zelf bepalen, inmiddels van die puntjes, of je bijvoorbeeld de besturing op normaal wil zetten of op sport. Ik heb hem altijd op normaal staan, want bij sport, ja, dan is het een wat kunstmatige zwaarte in het stuur en dat vind ik persoonlijk niet heel erg prettig. Deze auto heeft een ESP-systeem, zoals elke andere auto heeft natuurlijk. Alleen bij deze RS-versie kan dat ook niet worden uitgeschakeld. Hier heb je bijvoorbeeld ESC Sport. Druk je dat in, dan blijft het ESC-systeem eigenlijk altijd nog actief. Het kan niet volledig worden uitgeschakeld. En ook bij de Audi en bij de Volkswagen, dus de ID5 GTX en die Audi Q4 e-tron Sportback, is dat ook het geval. Dus ESC kan helaas niet uit. Maar overal wel een zeer prettig interieur om in te verblijven. Hier ook een soort van zwevende middentunnel met hieronder ook gewoon lekker veel ruimte. Wel veel hoogland zwart kunststof. Ja, en dan het pookje. Althans, het pookje schittert van afwezigheid. Meer een schakelaar. RNDB. Nou, D is van drive en de B is van brake. Als je die activeert, wat er dan gebeurt, dan wint deze auto extra veel energie terug. Dus je gaat van het gas af, dan rolt hij wat extra krachtig uit. En bovendien kun je het niveau van regeneratief remmen, het recupereren zoals het heel erg mooi heet, kun je bepalen door middel van de flippertjes achter het stuur. Er zijn drie standen, level 1, 2 of 3. En in standje 3, dan wint hij ook het meeste energie terug. Altijd activeren, want bij een elektrische auto moet je efficiënt rijden. Je wil gewoon zoveel mogelijk elektrische kilometers afleggen op een volle lading stroom. Nou, genoeg verteld over het interieur. Laten we weer gaan rijden. Zo, terug in het interieur van de RS. 0 naar 100 in 6,5 seconden. Vol gas. 50. En dan zwakt hij wat af. 100. En we rijden 100. Dus hij is wel vlot. Hij is echt wel lekker vlot. Helemaal voor het Nederlands verkeer natuurlijk, waar alles vlak is. Is het gewoon echt wel een hele fijne kilometervreter. En waarom komt deze coupé variant van deze Enyaq iV nu eigenlijk op de markt? Dat is eigenlijk heel erg logisch. Want die Enyaq iV, dus de normale SUV variant van deze auto, die is niet aan te slepen. En echt letterlijk niet aan te slepen. Skoda heeft al 115.000 orders voor die auto. Maar ja, door alle chiptekorten hebben ze er nog maar 50.000 kunnen afleveren. Sterker nog, die Enyaq iV SUV, dat was in Nederland de best verkochte elektrische auto. 6.500 stuks werden er op kenteken gezet in Nederland vorig jaar. Allemaal puur natuurlijk vanwege de bijtelling. Want dan draait het om in Nederland. Maar ja, dus ziet Skoda ook wel brood in een coupé variant. Net zoals ook Audi doet, hè? En Volkswagen. Je hebt de ID4 als de normale SUV en de ID5 als de coupé broer. En die Audi Q4 e-tron die heb je ook als SUV, maar ook als Sportback. En Skoda doet eigenlijk hetzelfde met deze Enyaq iV coupé. Maar ja, het is wel een Skoda en dat betekent dat je altijd wel iets meer krijgt. In dit geval bijvoorbeeld ook meer interieurruimte. En natuurlijk is die auto echt helemaal fully loaded. Deze RS-versie, daar kun je eigenlijk nagenoeg geen opties meer op bestellen. Echt werkelijk alles zit erop, zelfs een lichtgevende grill aan de voorkant. En het interieur is helemaal, ja, compleet uitgerust. Dus voor die €59.000 die deze RS moet kosten, koop je een meer dan complete auto die ook, eventjes het gas erop, ook gewoon heel erg vlot is. En niet het RS van Porsche, Audi of Ford, maar RS volgens Skoda. Dus gewoon mild sportief. Leuk sportief voor de doodnormale man, waar Skoda natuurlijk al jaren op gericht is. Maar het is vooral echt een zeer originele elektrische auto. Helemaal in deze kleurstelling, Mamba Green. Alleen daar moet je wel de RS-versie bestellen. Want deze kleur is echt exclusief voorbehouden aan de RS uitmonstering. Uitmonstering tussen aanhalingstekens. Maar gelukkig levert Skoda ook diverse andere kleuren, hoor. Denk aan felblauw, feloranje, felrood. Je kunt echt wel kekke kleurtjes kiezen voor deze Enyaq. Ik hoop dat je deze video leuk hebt gevonden. Is dat het geval, geef deze video eventjes een duim omhoog. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En dan zie ik je heel erg graag terug bij een volgende video. Hoi hoi!